Het is inmiddels een traditionele wedstrijd. De opening van het seizoen met de wedstrijd tussen PSV en FC Eindhoven om de Lichtstad Trofee, ook wel de Lichtstad Derby genoemd. PSV met een hoop nieuwe spelers. Dat geldt trouwens ook voor FC Eindhoven. Hier is een van die nieuwelingen, Maxime Lestien. Daar Adam Maher. Maar zowel PSV als FC Eindhoven zijn een groot aantal smaakmakers verloren. Dus heel benieuwd zijn de fans van beide partijen hoe de ploegen er zo'n week of drie voor aanvang van de competitie voor staan. Luc de Jong, voorlopig even aanvoerder. De vraag is of hij dat blijft. Ook de naam van Andres Guardado wordt in dat verband veel genoemd. En hij is er voorlopig even niet bij. Jetro Willems, geblesseerd aan de knie en voorlopig een paar weken uitgeschakeld. Prima via Prupper. Naar de zijkant, daar staat Luciano Narsing. Mooie beweging buitenom. En daar is Luc de Jong. En na 3 minuten is het al 1-0 voor PSV. Dit is een doelpunt wat je eigenlijk mijlenver ziet aankomen. Hij met de voorzet. En Luc de Jong bij de tweede paal. Haast karakteristiek voor de spits de Jong. Om hem op deze manier af te maken. Kijk eens, Narsing, 2 man van FC Eindhoven, te snel af. En daar haast ongedekt Luc de Jong met de 1-0. En dat is ook leuk voor het publiek dat in grote getalen was afgekomen op deze oefenwedstrijd. Ruim 25.000 mensen. PSV zette FC Eindhoven onder druk. Het was duidelijk dat hier sprake was van een groot krachtsverschil. Het servet en het tafellaken, het dubbeltje en de gulden. En dit schot is een prooi voor doelman Swinkels, het schot van Adam Maher. Doelman Swinkels van FC Eindhoven, die natuurlijk ook nog een hele korte tijd bij PSV heeft gespeeld. Wat kon Eindhoven? Dat ging eigenlijk pas aardig voetballen na 1 minuut of 20. Hier de eerste kans voor FC Eindhoven van Roald van Hout. Met een uitstekende voorzet. En na 1 minuut of 20 was dit de eerste serieuze kans voor Blauw-Wit, de ploeg van de Aalsterweg. Dit is Lestien. De Belg, afkomstig van Excelsior Mouscron, daarna gespeeld bij Club Brugge. Vervolgens even een seizoen in Arabië. Uitgeleend aan Genua en nu dus bij PSV, jagend op eerherstel. En Luciano Narsing ziet deze poging naast gaan. Het levert hem een hoekschop op. Hier nog eens kijken, weer een goede voorzet. En dan Narsing. Die hoekschop leverde niets op. Dit is Hendricks. Brenet. Luc de Jong. Met een prima paasje naar Narsing. Buitenspel of niet? Ik denk het niet. Wordt ook niet voor gevlacht. En met name Luc de Jong is nu in deze fase alweer veel verder dan hij vorig seizoen in de voorbereiding was. Toen was Luc de Jong een nieuweling die nog moest zoeken naar zijn positie. Inmiddels is dat een jaar verder heel anders. Prupper met een prima paasje op Luc de Jong. En die heeft een vrije schietkans en laat Swinkels kansloos. Moet heerlijk zijn voor een spits om zo'n bal te krijgen. En om hem vervolgens lekker vol op de vreef zo te kunnen afronden. Dat geeft bovendien aan dat Davy Prupper met deze fluwele paashaast een absolute aanwinst is voor PSV. Niet te vergelijken natuurlijk met Jorginho Wijnaldum. Maar als we dit soort dingen het komend seizoen van Prupper gaan zien, dan is het allemaal dik in orde. En prima afgerond, Luc de Jong met zijn 2e goal van deze wedstrijd. 2-0 voor PSV. Narsing. Eindhoven liet zich terugzakken. Dat betekent mogelijkheden voor PSV. Weer Narsing op snelheid nu. Daar is Luc de Jong. Maar daar is Ntoko die de bal net iets eerder raakt. En de bal achter zijn eigen doelman Swinkels jaagt. Had hij dat niet gedaan, dan had de Jong waarschijnlijk zijn 3e van deze wedstrijd gemaakt. Niettemin telt de goal nu wel als de 3-0. Alleen gaat het de geschiedenisboeken in als zijn eigen goal. 3-0 voor PSV tegen FC Eindhoven. Weer de Jong. Prupper. Maher. Nu spelend met nummer 10 het komend seizoen. Daar is Narsing weer. Maar Swinkels let goed op. Er voorkomt een 4-0 nog voor de rust. Prima snel gespeelde aanval. De bedoeling was natuurlijk van Narsing om Lestien te bereiken. Deze kopbal van Bruma gaat tegen de lat. En zo was het PSV de ploeg die aanviel. PSV was de ploeg die kans kreeg. De PSV is ook de ploeg die met een 3-0 voorsprong gaat rusten. Jetro Willems, voorlopig dus een aantal weken uitgeschakeld. In de tweede helft veel andere spelers. Gaston Pereiro kwam voor Lestien. Stijn Schaars voor Hendricks. Locadia voor De Jong. En Rai Vloed voor Adam Maher.
Terwijl hier een kansje is voor FC Eindhoven. Met Remco Pasveer misschien iets te ver zijn goal uit. Maar het wordt met hulp van derde in ieder geval onschadelijk gemaakt. Rijvloed, een van de nieuwelingen dus bij PSV. Dan aan de zijkant Paulsen met een voorzet en een kopbal van Vloed. Die had beter verdiend, goede voorzet. En daar op de bank bij FC Eindhoven, Mitchell van der Gaag. De nieuwe trainer van Blauw-Wit. Oud-speler van PSV natuurlijk, speelde 44 wedstrijden in het eerste van PSV. Scoorde 4 keer. PSV via Pereiro. Mooie paas naar Jurgen Locadia. En die geeft het laatste tikje. Blesseert zich daar licht bij. Maar het is wel 4-0 voor PSV. Prima gegeven door Pereiro hier. En goed afgemaakt door Locadia. Veel scorend in de voorbereiding. Het is duidelijk dat hij nog van hele grote waarde voor PSV kan zijn. Daar Kees van der Linden met de wonderfles. Om de blessure van Locadia te behandelen. Maar die kan gewoon verder spelen. Hier was hij in balbezit. Dit is Santiago Arias. Ook hij is weer terug uit Colombia van de Gold Cup. Locadia. Waar kan die heen? Naar het midden. Daar staat Arias. Met een schot en het gaat maar net naast. Santiago Arias met Colombia heeft hij meegedaan aan de Gold Cup. Belangrijk voetbaltoernooi. Voor landen in Noord- en Zuid-Amerika. Weer een kopbal van Locadia. Uitstekend, lekker hard gekopt. Een prima voorzet van Leemans. Het zou het laatste wapenfeit van PSV in deze wedstrijd zijn. Dat is de wedstrijd om de Lichtstad-trofee met 4-0 wint. En het is zoals To Gerbrands in de catacombe al zei. Het maakt niet uit welke prijs. Je moet ze allemaal willen hebben. En dit is inderdaad prijs nummer 1. Van het nieuwe seizoen. PSV wint met 4-0 van FC Eindhoven.